Allebei 6 keer raakgeschoten. Allebei 2 keer gemist. De 9e speler van Nederland is invaller Mark Otten. En zo blijft Nederland nog steeds de leidende partij. Ligt voortdurend de druk bij de Nigerianen. Goed hard, hoog, keeper kansloos. Mark Otten opgelucht bij zijn spelers daar in de middencirkel. Alsof hij naar het vuurpeloton moet. Sani Keita. Blik achter het doel scandeert de naam van de Nederlandse goalie. Die ziet hoe Keita de bal zorgvuldig neerlegt. Keita tegen Vermeer. En ook Keita scoort. 7-7. Als het zo doorgaat zijn we voor het donker niet klaar. Dwight Tindalli, de Utrecht-speler. De bal ligt goed volgens de scheidsrechter. Van Zeek in op de lijn. Tindalli. Niet dan lof voor de mensen die daar gaan staan en steeds die bal erin schieten. Want dat gebeurt toch met veel precisie. Drost, Vinken, Otten en Tindalli stonden niet op de eerste lijst van Foppe de Haan. Maar houden de zenuwen in bedwang en doen wat ze moeten doen. Maar ja, dat deden Mikkel, Apam en Keita tot nog toe ook. Maar weer een kans voor Nederland, weer een kans voor Vermeer. Als zich daar Dele Adeleye meldt. Iedereen moet eraan geloven. Adeleye bleef goed kijken naar Vermeer. Wachten op de beweging. En schiet raak. Acht. Na 20 strafschoppen. Ja, en dan gaat doelman Vermeer het doen. Nu aan de andere kant. Heeft dus een verleden als voetballer. Kan de bal goed raken. Dat hier ook zien. 9-8. En nu moet ook Van Zeek in eraan geloven. Oog in oog met doelman. Vermeer blijft cool. Nu Van Zeeken. Ja, je kunt er slechter in schieten.
een mooie penalty. En dan beginnen we weer bij vooraf aan. Van vooraf aan. Met Colin John. Want 22 strafschoppen hebben nog altijd geen beslissing opgeleverd. John schoot zijn eerste raak. Maar zijn tweede mist hij. Slecht ingeschoten. Van Zekin smokkelt wat bij het verlaten van de lijn. En nu kan Taye Taiwo deze slijtageslag gaan beslissen. Of toch nog Vermeer. Morgen jarig, maar in zo'n serie word je jaren ouder. Het lot van Nederland in de handen van Kenneth Vermeer. Taiwo met de aanloop. En hij schiet raak. En schiet Nigeria naar de halve finale. En Nederland ligt eruit. Vier keer won Foppe de Haan met zijn ploeg. Het werd een gelijkspel hier. Maar de strafschoppen zijn Nederland te veel. Collins John miste de uiteindelijk beslissende strafschop voor Nederland. Grote vreugde natuurlijk bij de Nigerianen coach Sia Sia op zoek naar onze ploeggenoten. En Vermeer wordt getroost door Babel, maar Vermeer valt natuurlijk niets te verwijten. Zoals niemand hier iets te verwijten valt eigenlijk. Niet één keer verloor Nederland dit toernooi. Maar de ploeg ligt er wel uit. Tranen bij Ricky Kruis. Deze oranje selectie veroorzaakte een lichte oranje koorts in Nederland. Een aantal spelers veroverden de harten van voetballiefhebbers. Massaal kwam men vandaag naar Kerkrade om Nederland een gooi te zien doen naar een plek bij de laatste vier. Maar Nigeria bleek de langste adem te hebben. Had erop gehoopt dat hij zijn verjaardag zou vieren in Oosterwijk.